Ik ben benaderd door Jay van Jay's Welding & Cutting om een paar machines te testen. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je dit soort filmpjes nou leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. Belletje aanklikken. Word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuwe video upload. En nu gaan we naar Jay's Welding & Cutting. Het is een jonge jongen. Die is pas begonnen. Hij heeft in het magazijn gewerkt van Lascentrum. Daarom staat er op de lasapparaat en overal wat je ziet Lascentrum op. Lascentrum is een leverancier aan scheepswerven, offshore en dat soort gebeuren. En die doen niks met particulieren of kleinbedrijven. Dat is niet hun core business. Daar doen ze eigenlijk helemaal niks mee. Dus Jay dacht van, nou, het zijn zulke leuke lasapparaten. En net als de helm en zo ook, en de handschoenen. Daar is markt voor. Dan ga ik mooi online verkopen. Het voordeel daarvan is, hij heeft Lascentrum erachter zitten met een werkplaats en toestanden. Dus garantie, dat wordt geen enkel probleem. Ja, leuke machines. Ik ga dus deze helm testen. Met een vers luchtsysteem erop. Dat ga ik als eerste doen. Daarna dit lasapparaat. En dat is wel iets bijzonders. Dit is echt een multi-proces lasapparaat. Hij kan elektroden lassen. Elektroden lassen AC. Dus DC, AC. MIG. Mag lassen. Diverse opties erin. Diverse instelmogelijkheden erbij. Hij kan liftdicht lassen. Maar hij kan ook HF dicht lassen. En ook nog HF dicht AC. Dus hier kun je ook aluminium mee lassen. Zover ik weet is er maar eentje meer in Nederland die dat ook kan. En dat is een Rebel van ESAP. Die heeft dezelfde mogelijkheden als die apparaat. Dus ik ben wel razend benieuwd. En ik kan jullie verklappen. Ik heb er stiekem al mee gelast. En hij doet het. Ik heb er alles al mee gelast. Dus staal, RVS, aluminium. Het enige wat ik nog niet heb gedaan is aluminium MIG gelast. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat heb ik dicht gedaan. Dus allemaal ben ik er best enthousiast over. En ik vind het leuk dat ik dat aan jullie kan laten zien. Dus dat is wat ik de komende tijd ga doen. Dan zie je wel vaker blauw spul langskomen. Want ja, Lascentrum is blauw. Jullie zijn gewend aan geel bij mij, met HBM. Dit is ook wel een stuk duurder als HBM. Daar moet je wel rekening mee houden. Dit is niet een lasapparaatje dat je voor 500-600 euro koopt. En je koopt het ook nog niet voor 1000. Dan moet je al dubbele daarvan gaan denken. En dan moet je er ook nog de toortsen en zo bij gaan kopen. Dus het is echt wel duurder. Maar ik denk een heel interessant lasapparaat voor werkplaatsen. Net als ik heb op het werk. Ik moet wel eens elektroden lassen. Ik moet wel eens TIG lassen. En mag lassen. Nu heb ik daar aparte apparaten voor. Dan zou ik er nog maar eentje nodig hebben. Twee gasflessen erbij. De verschillende type toortsen. Een MIG-toorts, een TIG-toorts. Een elektrodehouder. En je bent het baasje. Dus ik vind het wel leuk dat Jay mij benaderd heeft daarvoor om dat te testen. Ik doe dat ook graag voor hem. Tevens ga ik ook verschillende handschoenen testen. Een TIG handschoen. Dit is een handschoen, hier kun je mee tegen en mee megen. En dit is er eentje voor het zwaardere werk. Dus hoge stromen met MIG en elektroden lassen, dan zijn die fijner. De meeste tijd heb ik dit type handschoentjes aan op het werk en hier thuis trouwens ook. Daar kun je gewoon alles mee, daar heb je nog wat gevoel in je vingers. Maar ik ga die alle drie ook testen. Hoe dat die dreigen houden en hoe dat ze zitten. Die helm ben ik heel benieuwd naar. Het is er ook eentje met een slijpvizier eronder. Dus dan knap je het vizier omhoog. Heb je een slijpvizier eronder. Een vers luchtsysteem erop. Wat wil je nog meer? Als jullie willen weten wat het nou precies kost. Moet je kijken bij Jay's Welding & Cutting. Als je Jay's Welding & Cutting intoetst, dan kom je eruit. Een link staat hieronder in de beschrijving, zodat jullie er ook kunnen komen. Zijn hier vragen over? Ik hoor het graag. Dit is heel leuk.
wil ik jullie graag laten zien. Die helm die is heel gezond. In ieder geval beter als geen afzuiging. Ik heb hier dan altijd nog de mobiele afzuiging van Climovent staan. Dat werkt altijd goed. Daarom heb ik ook nooit gevest luchthelm gehad. Op mijn werk, onderin die machinekamers, heb je wel de films gezien. Heb ik altijd maskers op. Dat heb je ook nodig, want anders leg je in het loodje. Want als je daar gaat slijpen en gaat lassen, nou, dan komt er weer troep vrij. En in je machinekamer kan het niet weg. Dus daar zou dit wel een mooie uitkomst voor zijn. Het mooie is, willen jullie nou wat bij Jay kopen in zijn webstore, dan heb ik een kortingscode. Dus dan krijg je 5% korting. De kortingscode staat ook hieronder in de beschrijving. En is HTFM, Harry the Ferryman, 5 erachter. Dan krijg je 5% korting op de artikelen. Dus dan worden jullie er ook nog wel wijzer van. En nu wou ik het erbij laten. De volgende keer gaan we de helm eens aan de tand voelen. Kijk hoe dat je doet, hoe dat je zit, hoe dat het zicht is. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Hoe dat je zicht hebt op je smeltbad. Dus, en daarna met het lasapparaat ga ik aan de gang. Die handschoenen, die gebruik ik gewoon tussendoor. Zeg ik naderhand wel wat ik ervan vind. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik sluit af, zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!